Welkom terug bij Boost. Korte recap van deze voormiddag. We hebben 3 sessies al achter de rug. De eerste dat was mijn sessie met de workflow setup. Daarna zijn we met elke 3 in concept en design gedoken. Waar we wat logo ontworpen hebben en de grafische stijl vastgelegd. En dan zijn we met Jensie in InDesign en Photoshop gedoken met een aantal interessante automatisaties. Nu is het aan Markom, onze 4e sessie, Markom Meets Design. We duiken de wereld in van contentcreatie, waar dat we heel vaak op snelheid moeten gaan werken. Het is nu eenmaal hoe dat die wereld er vandaag aan toe gaat. We moeten niet alleen op snelheid werken, maar we moeten daar ook voor meerdere kanalen meerdere dingen kunnen gaan maken. Print, web, social, you name it. En Markom Meets Design. Ik heb daarvoor de totaal niet zenuwachtige Emma meegebracht. Hallo iedereen. Welkom. Goed. Ja, ik ben intussen al 1,5 jaar part of Team Typographics. En daarbij dus een vrij nieuw gezicht binnen deze setting, zoals Boost, maar ook Talent Academy in zijn geheel. Want ik ben geen trainer, zoals Michael daarnet zei, ik ben marketeer. Ik ben dus de persoon achter de nieuwsbrieven, de social posts, onder andere ook de goodie die in jullie brievenbus zat. En dat zowel voor Typographics als voor Academy. Nu, voor deze gelegenheid wist Michael me voor de lens te trekken om ook eens die marketingschakel binnen zo'n asset production flow te gaan toelichten. Nu, relatie tussen marketeers en designers, daar kan al eens wat wrijving op zitten. kunnen al eens frustraties ontstaan. En eerlijk gezegd denk ik dat dat gewoon puur is omdat we soms iets te veel op ons eigen eiland zitten, niet altijd dezelfde taal spreken en dat er zo misverstanden kunnen ontstaan. Klopt. Nu, voor deze gelegenheid gaan we een keer gaan kijken. Hè. Nu bij Typographics ben ik wel omringd met 40-tal designers. Dus on the go raak ik wel wegwijs in het vakjargon. Kan ik ook eens de keerzijde zien, wat dat echt wel een pluspunt is. Omdat marketeers hebben niet altijd door dat het niet in een paar klikken in orde is. Dus voilà. Goed. Ik ga eventjes vanuit mijn standpunt ons vak een beetje toelichten. Mm-hmm. Daarna kun jij dan een keer vanuit uw standpunt doen. Want het is hier natuurlijk designer versus marketeer. Ja. Versus, zo voelt het soms wel. De grafische wereld vandaag, die is sterk aan het evolueren, vooral onder invloed eigenlijk van marketing. Dat is iets dat ik in mijn carrière, ik zit nu toch al goed. Klinkt altijd als ik dat zo zeg, natuurlijk. Maar ik zit toch wel al. Als het mij zit, ja. Ik zit al zo'n 20 jaar ongeveer in het vak nu en ik heb dingen zien veranderen. Wat dat vooral voor mij een enorme verandering is geweest, is zo 2007, 2008. Enig idee wat een grote verandering zo zou kunnen geweest zijn. Komst van de smartphone, I guess. Ja, inderdaad. We hebben dat goed gerepeteerd. Ik kom uit een tijd van voor de smartphone natuurlijk. We weten wel allemaal dat dat veel veranderd heeft, maar in de grafische sector en op marketinggebied heeft dat een storm eigenlijk veroorzaakt, om het zo te zeggen. Het mobiele internet en de toegankelijkheid van internet, dat heeft nieuwe kanalen geopend. Webdesign is compleet veranderd. En een van de gevolgen dat ik nu ook zie de laatste jaren, dat is toch al enige jaren aan de gang eigenlijk, is dat er heel veel DIY is in de Markom-wereld. Er zijn heel wat tools die ontstaan voor marketeers. Nu inderdaad, die communicatiestoornissen waar dat jij over spreekt, dat kan ik wel beamen. Omdat wij komen elk uit andere opleidingen, om het zo te zeggen. We spreken een iets wat andere taal. Mm-hmm. Ik snap niks van uw ROI's en uw USP's en wat weet ik allemaal, en uw persona's. Dat zijn dingen dat ik moet gaan googlen nadat ik met u heb gepraat. Dus, maar dat is ook zo van ons uit, al die terminologie rond print en die eigenheden aan het vak. Nu, er zijn heel wat nieuwe tools die we ook de laatste jaren zien opduiken. En een van die bekende tools bijvoorbeeld, Canva, is een hele grote. Nu, wat dat wij denken als designers van Canva, dat wordt hier heel mooi samengevat, vind ik. Dus
Ja, Canva is een tool die er is en hij maakt het marketeers zeer gemakkelijk om grafische assets te gaan maken. Nu, met Canva gaan we vandaag niet aan de slag, want Adobe heeft daar eigenlijk een tegenpool van CC Express, waar we straks mee aan de slag gaan. Nu, naast het feit dat het allemaal verandert, ik zie ook heel veel marketeers in onze opleidingen opduiken. En ik ga bijvoorbeeld ook jaarlijks bij een aantal scholen hier in België langs voor masterclasses te geven in Photoshop, InDesign, in videotools van Adobe. Dat is dan niet in grafische opleiding, maar effectief in marketingopleidingen. Dus die weten ook wel al hoe laat het is en die geven dat mee. Nu, ik weet niet of dat bij u ook zo was. In mijn opleiding, ik heb dus bedrijfsmanagement marketing gestudeerd. Ik denk dat wij 2-3 lessen in Photoshop en InDesign hebben gehad. Mm-hmm. Dat was echt gewoon een kennismaking met Adobe. We werden daar eigenlijk zo wat creatief in vrijgelaten. Maar zo de echte printkennis of zo, die achtergrondkennis, webprint, hebben wij echt niet meegekregen. Ja, daarvoor zijn we ook geen marketing gaan studeren natuurlijk, maar dat had wel leuk geweest. Mocht dat een beetje met elkaar wat overvloeien, omdat in de praktijk werkt je super nauw samen met elkaar. Ik denk, volgens mij is dat een natuurlijke evolutie dat er zo was zit aan te komen. Jaren geleden heeft Duval van Duval Guillaume dat ook ooit gezegd, van de toekomst is aan de marketeers. En eigenlijk zei hij dat de tijd van de agencies voorbij was. Mm-hmm. En die had al een oog op de toekomst van de markt ook, veel freelancers. En ja, daarmee dat hij die uitspraak maakt eigenlijk, in de toekomst ga je als marketeer veel vaardiger moeten zijn in het grotere domein, ook over het grafische. Mm-hmm. Omdat marketeers, daar zijn ook heel veel freelancers in die wereld die voor verschillende brands en bedrijven werken. En het gaat aan die mensen zijn om te weten wie dat ze nodig hebben voor verschillende aspecten van campagnes te gaan aanpakken. Hè, en ad hoc teams samen te stellen. Nu ja, Marco, voor mij vandaag is... toon de meme maar, die ik klaar had. Voor mij is dat een one-person marketing department. Technisch gezien niet volledig... One-person department. Ik doe het samen met mijn collega Caro. Ik hoop niet dat ik de enige ben die met deze meme aan het lachen is nu. Ik denk het niet. Nu, ja, dat zijn heel veel balletjes die je in de lucht moet houden. SEO, SEA, strategy, e-mail marketing, je campagnes opzetten en gaan tweaken. In sommige functies komt daar ook nog fotografie en copywriting bij kijken. Dat is een hele boterham, waarbij dat bij sommige ondernemingen, eerder communicatiebureaus en agencies, iedereen gefocust is met... Er zijn inderdaad die volledig gefocust zijn op Google Analytics bijvoorbeeld. Een paar personen zijn volledig gefocust op die strategie. En dat is zeker geen evidentie voor kleine ondernemingen, voor KMO's. Nu ja, het is dan ook wel mooi meegenomen dat je contentflow wel goed zit, dat dat efficiënt is, dat je een goede setup hebt en zo, zodat je gemakkelijk zaken kunt gaan doorgeven, om zo, dat iedereen zo eigenlijk zijn toegevoegde waarde kan bieden en dat je een designer tevreden houdt. Ja. Nou ja, omwille van die snelheid zitten we eigenlijk constant in elkaars vaarwater eigenlijk. Hè. Dus het zijn allemaal heel logische evoluties in mijn ogen natuurlijk. Goed, nu wij gaan een keer zien in deze sessie welke tools dat er eigenlijk zo wat voor handen zijn vanuit Adobe richting marketing en welke functies dat er nuttig lijken voor u. Dus ik heb u opdracht gegeven om een keer zo wat de dingen uit te zoeken dat jij plezant vindt. En de drie main topics zijn hier zichtbaar. Hè. Ik ga van start met mijn all-time favorite functie en dat is de share for review. Feedback geven aan designers, dat is eigenlijk key in uw designer tevreden houden, want feedback geven, dat is niet altijd zo evident en daar kunnen ook wel heel veel frustraties rond staan doordat iemand niet duidelijk feedback geeft of de manier waarop. Ik denk dat dat in de praktijk vaak gebeurt met Google comments of comments in PDF of een vage e-mail of zo. Nu, al die frustraties kunnen eigenlijk weggenomen worden als je werkt met zo'n share for review. Nu, concreet voorbeeld, stel ik wil mijn feedback geven op de eerste versie van de Boostbox poster. Dan kan ik eigenlijk aan mijn designer vragen, maak zo eens een share for review link aan, zodat ik mijn eerste comments al kan nalaten. Dus ik ga dat hier direct een keer proberen. Zo. Als ik de affiche hier direct
terugvind. Nu, het voordeel van zo'n share for review link is dat een designer gewoon in zijn designprogramma kan blijven verder werken en niet twee tabbladen moet gaan openzetten om te kijken wat zijn de comments en dan terug te switchen naar je designprogramma om ze te gaan verwerken. Ja. Voilà, ik heb die affiche van daar straks hier openstaan, maar ik zie dat die niet gesaved werd, dus die artiestennamen staan er niet meer in, maar geen probleem. Okay. Ik zal wat feedback vragen op de achtergrond en wat je daarvan vindt in InDesign. Dus ik heb hier die file openstaan in InDesign en die share for review waarvan sprake, die start je als volgt op. Dus hier bovenaan rechts zie je de share-knop staan, daar kun je op klikken en dan vinden we hier share for review. Klik ook daar weer op. Eerst moeten we daar een naam aan geven. Ja. Dus ik kan dat hier first draft bijvoorbeeld noemen. Hop, ik voeg dit in. First draft en ik zeg create. Nu wordt die eigenlijk geüpload naar het web. En kan ik mensen gaan uitnodigen. Momenteel staat die op invite only. Ik ga die nu op publiek zetten voor het gemak, maar ik ga u daar ook aan toevoegen als persoon. En ik weet ook weer wat uw Adobe ID is, Emma. Voilà. En dan invite ik u om dat te viewen. Ja, okay. Nu ga jij normaal aan uw kant een invitatie daarvoor ontvangen. Dat kan via mail komen. Of via het notificatiecentrum in uw Creative Cloud desktop app. Ja. Hier bij dat belletje zou ik normaal. Dat is hem nog niet. Nee, enkel voor bibliotheken momenteel. Dus ik ga dat hier wat sneller laten verlopen. File, share. Ik ga dat hier gewoon naar uw airdroppen en dan heb je die direct. Als u een airdrop aanstaat. Met mijn wifi, ja. Oké. Okay. Right, ik zie jou verschijnen. Daar ben je. Oké, accepteer. Goed, dat is, die link opent meteen. Het voordeel hiervan is ook, meerdere mensen kunnen hier gaan commenten. Dus iedereen waarvan dat jij graag feedback ontvangt, kan die hierin zetten. Op die manier heb je ook geen dubbele comments. Ja. Die link blijft ook die link. Ook al heb jij comments al gaan, zet jij ook al comments gaan verwerken. Je moet enkel gewoon even refreshen en dan zie je in dat geval nu de V2. Nu, wat kan je allemaal doen? Je hebt hier 5 tools dat je kan gaan gebruiken. Een paar concrete aanpassingen dat ik zou kunnen uitvoeren is van ik wil hier graag een stroke. Hiervoor gebruik ik die tekentool. Die stroke, daar wil ik graag de sponsors van ons event, want dan mankeert hier eigenlijk wel nog op. Voor input kan je terecht bij bijvoorbeeld mijn collega Caro, kan ik haar gewoon ook gaan taggen met haar adres, met haar Adobe-account. Nu, je moet hier ook geen Adobe-account voor hebben. Je kunt u ook gewoon als gast inloggen. Het is zeker geen evidentie dat iedereen in uw onderneming een Adobe-login heeft. Dus dat is ook wel weer een extra voordeel. Nu, bij die pin-tool kan ik... ik ga mijn comment eerst wel nog zien of gaat u niet zien in uw programma straks. Yes, je moet die posten natuurlijk, die comment. Voilà, sorry, het is niet zo, niet zo straight. Oké, de pin tool. Okay. Hier kan ik bijvoorbeeld zeggen van, ik zou hier graag nog de locatie aan toevoegen. Voilà, verzenden. Ja, tekst is nu niet aanwezig, maar stel nu dat er een band heeft afgezegd, gecanceld, dan kan ik gewoon die tekst selecteren. Hier staat nu een beetje tekst. En dan kan ik die gaan doorhalen, cancelled, verzenden. Alright. Voilà. Terug over naar jouw programma. Yep. Ik ben hier tussen al een paar kleine updates aan het doorvoeren ook. Met Jensy zijn supergemakkelijke stijl die hij had aangemaakt. Dus aan mijn kant, wat gebeurt er hier aan mijn kant in InDesign? Dat is natuurlijk het mooie aan die share for review. Ik kan dat aan mijn kant rechtstreeks in InDesign gaan bekijken. Dus dat vooral kan van PDF's doorsturen. Ja. Vergeet dat gewoon. Wat kan ik hier in InDesign doen? Ik ga naar het menu Window. Dan ga ik naar Comments. En daar vinden we een review paneel. En
We hadden dat die real-time kunnen openzetten, maar ik zie hier dus wel degelijk al die comments van Emma. En als je kijkt in mijn layout eveneens, zie ik eigenlijk al die comments al gemarkeerd staan momenteel. Hè. Dus dat is wel pretty nice. Dus jij spreekt hier van een strook die je graag van onder zou hebben hier. Ik ga hier even die artiesten toch een beetje gaan toeslepen. Wegreclame. Dank u. Goed. Een paar artiesten minder. Mm-hmm. We gaan wat kosten besparen. Goed, dus jij wilt hier een strook van onder. Ik zal de line tool een keer gebruiken. Dat gebeurt niet veel. Hop. En dan kan ik hier een line gaan tekenen. Je ziet, ik doe dat niet veel, die line tool. Het is ook niet de line tool, het is de ellipse. Voilà, en kunt jij nu ook comments gaan oplossen? Ja, dus ik kan hier zeggen, oké, ik heb die line toegevoegd, dan kan ik dat hier gaan resolven. De locatie kan ik gaan toevoegen, ik kan dat nu niet doen, maar ik kan hier ook zeggen resolve, dan verdwijnt dat ook weer. Ja, ik zie dat nu bij u gewoon verdwijnen gebeurt. Natuurlijk. En dan hier, ja, de Chemical Brothers zijn gecanceld. Ja. Och. Dat is wel heel jammer. Nou, zolang dat de Prodigy niet is. Goed, maar kijk, dan ga ik die hier ook gaan deleten gewoon natuurlijk. Dan mogen die er van tussen. En dan zeg ik, deze comment is opgelost. Zeer efficiënt, zeer overzichtelijk. Zo kan ik moeilijk iets vergeten. Ja. Ik zie het ook in mijn layout. Nu één stapje nog hier. Ik moet terug naar die share gaan. En dan kan ik, nadat ik mijn InDesign gesaved heb, hop, kan ik hier bij de share de link updaten. En de URL die verandert dus niet, maar aan uw kant kun je zo dadelijk een refresh doen. Dat duurt soms een minuutje of zo, want dat wordt nu hier opnieuw geüpload. En als jij je scherm dan refresht, dan ga je hopelijk voilà, de aangepaste versie zien. Goed, super handig. Ik denk designers, als jullie aan het meevolgen zijn tijdens deze sessie, zeker integreren, want het is echt super handig. Yep. Voilà. Goed, next up, Lightroom. Yes. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat dat wel een app is dat wel wat vergeten wordt bij marketeers en content creators. Mm-hmm. Ook al zitten daar echt wel voordelen in. Hè. Het is multi-surface. Het heeft op de mobile versie ook een camerafunctie. Je kunt shared albums gaan opzetten. Ja. Dus over dat multi-surface app gegeven, hè, net zoals Illustrator en Photoshop, zit alles in de cloud. Hè. Projecten en foto's. Dus je kunt eigenlijk ten allen tijde gaan bewerken waar je ook bent, zowel op desktop, tablet als mobile. Ja. Nu, Lightroom, wil je nog iets toe? Ja, wel, Lightroom is daar eigenlijk het meest in geëvolueerd en was ook de OG van de multi-surface apps, om het zo te zeggen. Ja. Die bestaat op smartphone, die bestaat op tablet, die is ook in de browser zelfs beschikbaar. Mm-hmm. Dus je kunt dat gewoon als een webapp open. Waar dat je ook bent, kun je inloggen op Lightroom met je Adobe ID en al je foto's zijn daar. Ja. Dat heeft integraties ook met Photoshop bijvoorbeeld, iets waar dat veel mensen over kijken. In de homescreen van Photoshop kun je zo in je Lightroom albums duiken om die te gaan beginnen bewerken. Mm-hmm. En wat dat gezegd van, ja, een vaak vergeten applicatie. Ik kreeg vorige week nog de opmerking, of de vraag beter gezegd, van Lightroom, is dat wel iets voor marketeers eigenlijk? Omdat dat enerzijds, ja, dat heeft een instap. Hè. Mm-hmm. Fotobewerking is een vak apart, om het zo te zeggen. Maar je kunt daar ook heel snel filter-based in gaan werken. Plus, het zijn vooral de samenwerkingsmogelijkheden die het ook zo interessant maken. Hè. Klopt. Nu, ik heb die mobile app hier gedownload op mijn gsm. Jullie zouden normaal ook mijn gsm nu kunnen zien. Hier rechts onderaan, als je op dat foto-icoontje klikt. Van de regie. Ja, dan zie je ook even de andere zijde. Glenn en Sean. Goed, als je graag zelf wat meer de touwtjes in handen neemt en zelf graag wat controle hebt over je instellingen voor een goede foto te maken, dan kan dat eigenlijk met je Lightroom-app, iets wat niet in de standaard camerafunctie zit van je gsm, denk ik. Ja. Nu, hier links onderaan kun je switchen tussen automatisch, professioneel en HDR. Nu, als je op automatisch klikt en verdwijnen de meeste instellingen, kies je voor professioneel, dan kun je hier bovenaan bijvoorbeeld gaan switchen tussen RAW en JPEG foto's. Aan- en uitswitchen. Hier van onder heb je je exposure dat je kunt gaan regelen, je ISO, sluitertijd, bitbalans, waar dat er ook enkele presets voorinstellingen klaarstaan. Je kunt ook met scherpte diepte gaan werken. Nu,
extra voordeel is, als ik hier nu mijn foto's neem, dan komen die ook rechtstreeks in de cloud terecht. Dus stel nu, ik neem hier een foto en ik open de app in mijn desktop, dan kan ik die van daaruit gaan bewerken. En dat is toch wel makkelijk dat je nieuwe foto's moet gaan overdragen. Dus voilà. Nu, het volgende voordeel van Lightroom is die... Het zijn die shared albums, hè? Ja, nu, hier links bovenaan, links onderaan bij mij, ziet je... Uw albums, ja. Mijn albums, dat zijn hier drie mappen dat klaarstaan. Nu, kan ik nu nog inzoomen of... Control en ja, oké. Okay. Goed. Als je zo'n mapje opentikt, dan kun je daar albums gaan insteken. Hoe maak je dat nu aan? Map maken, album maken. Nu, dat is nu niet... Nee, dat is geen rocket science, ik ga er nu geen extra aan maar maken. Maar het verschil is gewoon, je hebt mappen op hoofdniveau en albums gaan in mappen. En zo kun je dat wat op kunt hier ook gemakkelijk gaan beginnen slepen. Je kunt ook mappen in mappen maken. Ik zie dat je hier al met je Talent Academy en Typographics hebt staan. Logisch. Nu, het voordeel is hier nu dat je die map, aan die mappen mensen kan gaan toevoegen. Hè? Dus rechtermuis aan de albums. Ja. Rechtermuisknop delen en uitnodigen. Nu, twee mogelijkheden. Hè? Of je maakt een deelbare link en dat is dan gewoon een soort van lightbox of galerij dat wordt aangemaakt, waar dat je gewoon door de foto's kan sliden. In de browser. Een link dat je ook gewoon kunt delen op de socials eventueel. Maar je kan ook collaborators gaan uitnodigen. Hè? Stel nu, ik wil Michael uitnodigen. Nu, concreet voorbeeld. Stel dat Michael fotograaf is en ik wil on the field foto's, maar ik wil die ook eigenlijk direct van dat festival kunnen delen op onze socials. En dan, dan is het wel een must dat je zo'n album hebt. Ik ga je nu eventjes toevoegen. Alright. Drie mogelijkheden. Of hij kan enkel bekijken, of hij kan foto's ook toevoegen, of hij heeft alle rechten en kan ook gaan bewerken. Als ik op uitnodigen klik, dan zou Michael in zijn Creative Cloud desktop app of mail, beide zijn eigenlijk mogelijk, een melding ontvangen. Dat duurt wel altijd eventjes eens dat er is doorgekomen. Je kunt in allen tijde ook nog je rechten voor die persoon gaan aanpassen, het gaan deleten. Nu in die tabjes heb je hier ook nog, kunt hier nog wat instellingen gaan aan- en uitswitchen, wilt je de titel en de auteur laten zien, hoe wilt je dat die foto's worden weergegeven. Mag de locatie getoond worden, mogen mensen opmerkingen en vind ik leuks geven enzovoort. Nu, heb jij intussen al een melding ontvangen? Ik ga dat hier direct een keer bekijken. Yes, de mail is toegekomen nu. Ik vind dat inderdaad ook wel vreemd dat dat niet altijd gewoon rechtstreeks in mijn app toekomt. Dan moet ik hier sign-in en... Oh, it's one of those days. Uiteraard, dat ik overal moet inloggen, maar dat gebeurt hier redelijk snel. Nu, hoe ziet je nu welke foto's dat Michael heeft toegevoegd? Ziet dat eigenlijk aan dat profielfoto dat verschijnt... rechts onderaan de foto. De foto's van mij zijn dan gewoon zonder... ik ga even in mijn album. Ik zat nog niet in mijn album. Dus dat is bijvoorbeeld een foto van Michael. Dit is bijvoorbeeld een foto van mij. Hoe? Nu, voordeel hiervan is, stel die fotograaf heeft sfeerbeelden gaan nemen, artiesten geshoot. Ik ben niet op het festival aanwezig en ik wil dingen online krijgen, de sfeer capteren en delen met degene die thuis blijven. Dan kan ik ofwel zelf gaan editen, maar dat is een... Ja? Nee, ik ben aan het bekijken met jou. Dat is een kleine leercurve. Hè. Persoonlijk vind ik dat een beetje aan de schuivertjes zitten. Je moet daar wel wat feeling mee hebben. het is een beetje trial and error. Hè. Maar als je daar nu niet vertrouwd mee bent, dan kan ik ook bijvoorbeeld vragen aan Michael. Stel, wilt je mij gewoon een keer een bewerking toepassen op een foto, dan kan ik die eigenlijk gemakkelijk met Ctrl-C, Ctrl-V gaan plakken. Nu, deze is een speciale, omdat Michael heeft hier met een masker gewerkt en dat wordt dus... Een speciale. Mij komt er wel zo'n niks inderdaad, tegen. Ik heb hier zo wat fancy bewerkingen eigenlijk op gedaan om vooral dat blauw en dat rood effect te bereiken. Ja, dus gaan we hier over die kleuren lopen. Ja, inderdaad.
Nu, hoe kun je dat omzeilen? Hè? Stel, ik vind dat nu echt wel een toffe bewerking, filter, dan kan ik die hier gaan toevoegen. Hè? Dus rechts bovenaan, voorinstellingen, klik daarop. Dan kom je in dit pop-up scherm terecht. Hier zitten ook nog presets in van Adobe zelf, maar we willen graag eentje toevoegen. Je geeft dan een naam. Hier kunt je ook nog met mappen eigenlijk gaan werken. Die wil ik in Boostbox opslaan. Maskers vergeten, hè, man. Oh ja, dat was een belangrijke waarom dat we dat eigenlijk aan het doen waren. Dus, ik zou niet op de juiste foto. Dit is een foute foto, nee. Deze foto. Okay. Voilà, en dan is het belangrijk dus dat je hier masker aanklikt en dan gaat hij die dus wel. Dat was voor dat kleureffect. Ja. Goed. Stel nu dat ik hem hier wil op toepassen. Ziezo. Voilà. Goed. Alright. Jammer genoeg kunnen die filters nog niet zomaar doorgeven of die presets, maar als ik de bewerking doe op een foto in het gedeelde album, kun je hem wel voor jezelf opslaan als een filter. En zo kun je heel snel je look en feel dat je vastgelegd hebt voor de fotografie eigenlijk hierin gaan toepassen. Ja. Goed. Nu maken we eigenlijk een sprongetje naar CC Express, waar we eigenlijk ook van dit voordeel kunnen gaan genieten. Hoe ga je naar CC Express? Best vanuit de Creative Cloud Desktop app. Dat is een app die in de browser opent. Dus je kunt eigenlijk ook gaan inloggen met je Google-account of Facebook-account. Nu, als je wilt genieten van je Lightrooms en die CC libraries, dan is het aangeraden om met je Adobe login in te loggen. Van hieruit ga je daar naartoe. Nu, ik denk dat onder onze kijkers wel wat Canva-gebruikers zitten. Dus Michael, wat is nu een goede reden, waarom dat ze beter overschakelen naar CC Express? Ja, wel, als je al een bestaande Canva-gebruiker bent, voor het begin de centjes. Voor het geld moet het niet laten, want de prijs is eigenlijk hetzelfde tussen CC Express en Canva. Maar CC Express, of Adobe Express beter gezegd, is natuurlijk inbegrepen in uw Creative Cloud abonnement. Dus dat maakt daar een onderdeel van uit. Dat is al een grote plus. Daarnaast is het qua functionaliteiten heel gelijklopend. Hè. Ze volgen elkaar nauw op de voet. Maar het grootste voordeel voor mij is eigenlijk omdat je onmiddellijk binnen het Adobe ecosysteem zit hiermee. Hè. Dus ook in die verbindingen dat je kunt leggen, bijvoorbeeld als we hier kijken in de homescreen, de integratie van bibliotheken, CC libraries bijvoorbeeld, heeft hier ook zijn thuis. Goed. Nu kijken we nog een keer eerst door een algemene interface misschien. Hè? Ja. Dus als je CC Express of Adobe Express opent, dat gaat op je desktop altijd in een browser open, want dat is een webapp. Je kunt die installeren van hieruit als een Chrome-app, zogezegd, maar dat hoeft natuurlijk niet noodzakelijk. Nu, naast die webapp heb je ook natuurlijk de mobiele app nog op je smartphone. Is die ook beschikbaar? Dus je bent ook on the go, kun je wel snel graphics maken en zo in CC Express. Ja. Dus en met dezelfde mogelijkheden grotendeels. Nu verder in dat homescreen, wat zien we hier? Ze gaan nu bestoken met een bak aan templates. Hè, als je een keer iets off-brand mocht maken, hè, of je hebt heel snel iets nodig, dan kun je hier gerust een template uitpikken en op basis daarvan starten in feite. Ja. Nu, wij willen natuurlijk on-brand gaan werken, liefst. Hè? Dus, ik wil misschien je juist nog even inpikken op die quick actions. Die quick actions, we kennen het allemaal wel, hè? Die lusje converter tools op het internet. Als je een keer snel een PNG wilt omzetten naar een PDF of je wilt een MP4 converten naar een GIF. Adobe CC Express heeft eigenlijk enkele snelle acties hier voor u in klaargezet. Foto, video en file gerelateerde acties. Dat zijn zo van die acties waar dat je niet voor bij je designer wilt gaan aankloppen en het gewoon even snel in orde wilt brengen. Dat mag wel. ja. Dus hier zit je zo wat in een safe space. Degene die ik nog vaak gebruik zijn van MP4 naar GIF. Als ik bijvoorbeeld aan mijn designer ben vergeten vragen om van een
animatie nu bijvoorbeeld voor Boost, dat ook in een GIF-bestand te gaan steken. Voor en omdat in ik dat voor in de, in die, omdat ik dat in de nieuwsbrieven wil gebruiken, dan kan ik dat hier gewoon snel even zelf doen. Stel, je hebt twee PDF's en je wilt die gaan samenvoegen, dat kun je hiermee doen. Je kunt hier ook QR-codes gaan genereren, video's gaan bijknippen. It's all here. Ja, allemaal handige tools. Yes. Nu, als je from scratch wilt gaan beginnen, dan kun je daar natuurlijk op die grote gekleurde bol linksboven inderdaad gaan klikken. En dan kun je daar een format uit kiezen. Wat hebben we hier nog? Ik ga misschien toch nog even ook over die brands praten en de libraries. Dus CC Express, daar straks ook al aangehaald. Hè. Er zijn ook veel freelancers in de Marcom-wereld die voor verschillende brands werken. En CC Express is ook een multi-brand of heeft een multi-brand systeem. Nu, wat houdt dat eigenlijk in, die brands? Hè? Je zit hier nu op het gedeelte brands. Wij hebben er met u gedeeld, dat is ook al een hele mooie. Maar als je een keer naar yours gaat hier, inderdaad, dan krijg je dit scherm te zien waarin dat je je brand kunt gaan creëren. Jij kunt je logo uploaden. Je gaat bij Colors bijvoorbeeld al custom colors pikken uit uw logo dat je hebt geüpload en dan kun je eigen lettertypes nog gaan uploaden. Ja. En al die zaken verzamelt hij onder een brand zogezegd en die kunnen dan later supersnel toepassen eigenlijk op posts, ook op die templates bijvoorbeeld. Die kunnen gewoon open en dan giet hij daar uw brand over en wordt dat in uw kleuren, in uw lettertypes omgezet. Wat dat heel handig is natuurlijk. Dus dat is zo'n beetje het branding systeem. Zij toont hier nu Shared With You, dat brand Boostbox 23 heb ik eigenlijk in mijn CC Express aangemaakt en nadien heb ik haar uitgenodigd in die brand. Ja, ik kan dat niet gaan bewerken. Hè? Nee. Ik kan dat wel updaten, wat dat ook weer cool is. Hè. Design heeft dan wel nog de touwtjes in handen, wat toch het veiligste is, hè, niet waar? Dus wij hebben daar nog de touwtjes in handen. Wij zorgen dat die hashtag kleuren, hè, dat die kloppen. Hexcolors zijn het. Dat die kloppen. Goed. En dan, last but not least, naast die brands is ook die integratie van libraries echt wel geweldig. Dus ook weer hier zitten die bij de Shared With You. Daar zien we die Boostbox 23 library zitten. En ja, de templates gaan we zo dadelijk naar, maar toont die assets een keer. Dus dat zijn al die grafische middelen dat wij in de voormiddag al toegevoegd hadden aan onze gedeelde bibliotheek. En Emma kan die hier in CC Express er gewoon uithalen en gebruiken in posts die ze eigenlijk gaan maken. Ja. Wow. Nu gaan we misschien een keer from scratch beginnen. Misschien juist nog, die webpage, dat is wel nog een interessante... Die twee, er zijn eigenlijk twee soorten van content dat je kunt maken met CC Express. De meest bekende is gewoon posts inderdaad. Maar dan heb je iets totaal anders, dat zijn die pages. En je bent er al een beetje mee aan de slag gegaan, denk ik. Ja, we hebben hier eigenlijk een voorbeeldje klaar voor jullie. Als ik even naar mijn projects ga... Nu, in het kader van Boostbox, er zijn vrijwilligers die aan het werk zullen zijn op ons event. Stel, we willen die gaan brieven wat betreft hun catering, waar dat de ingang voor hen is, wat al hun kleding, welke kleding dat ze moeten aandoen. In plaats van een mailje te typen of een pdf op te stellen, kun je ook gaan kiezen voor gewoon zo'n one-pager. En dat is een link dat je deelt met iedereen die het moet weten. Je kunt er ook buttons gaan insteken. Dus bijvoorbeeld als die hun kledingmaat nog moeten doorgeven of zo, dan kun je hier linken aan een Google Form. Super gemakkelijk, want is ook ten allen tijde nog aanpasbaar. En de link blijft gewoon hetzelfde. Ja. En je kunt dat ook rebranden ondertussen als je wilt en dan je link updaten. Mensen gaan altijd naar dezelfde link terug en ze komen daar weer op terecht. Goed, nu gaan we een keer iets in elkaar boksen. From template, ik heb Michaël gevraagd. Stel ik ben nu content creator op Boostbox en ik wil de sfeerbeelden delen op de socials. Ik heb in mijn hoofd dat dat een cover story is, day one, met een highlight visual, wat grafische elementen en daarna volgende sfeerbeelden. Nu, ik heb dat gebriefd aan Michaël, die heeft voor mij zo'n template klaargezet. Je gaat daar naartoe, ofwel from template, maar je kan daar ook naartoe gaan vanuit je libraries, zoals we daarnet hebben aangehaald met templates. Voilà. Dus again, ik maak die op mijn computer, onder mijn account, en ik kan die in een CC library gaan toevoegen. En daarna zijn die hier bij u beschikbaar.
Goed. Ik kan u dus ook zelf die elementjes nog gaan verslepen. Want in dit geval komt dit logo wel wat in gedrang met uw profielfoto die bovenaan te zien is. Dat zit eigenlijk wat in uw safety margin. Dat weet ik niet. Goed. Double tap voor tekst aan te passen. Day 1 recap bijvoorbeeld. Voilà. Stel, ik wil dat elementje hier ook nog wat gaan verschuiven. Iets meer contrast. Zo, dat mondje. Ik kan hier ook nog vanuit mijn libraries hier elementen gaan aanpassen of gaan vervangen. Want ik wil graag dit mondje. Zo. Nu, oei, ik moet hier op replace drukken en dan gaat hij dat overnemen. Zo. Oké. Goed, die lagen zijn nu niet zo ideaal. Je kunt daar gemakkelijk in gaan slepen en die volgorde gaan aanpassen. Dat doe je hier. Als je hierop klikt, opent je reeks lagen. Ik wil dat boven die soort van splash. Zo. Misschien nog wat kleiner. Ja, je kunt hier oneindig gaan prutsen. Tof, hé. Gratis ontwerpen. Goed, die visual aanpassen en nu komt het leuke. Je selecteert die replace en dan heb je een paar mogelijkheden. Hè. Ofwel kies je van op je device een foto. Maar wij pakken stokfoto's in de grepen. Ja, Adobe stokfoto's zitten hier ook in. Lightroom, Dropbox, Google Drive en Google Photos. Nu, wij gaan kiezen voor Lightroom, hè, want we hebben een shared album opgezet met de fotografen die dus aanwezig zijn op het event. Die hebben foto's met mij gedeeld. Ik heb er al wat zitten bewerken. Voilà, ik kan in selecteren. Die komt tevoorschijn. Ik kan die ook nog wat gaan verplaatsen binnen dat grid. En zo heb ik eigenlijk snel invulling gegeven aan die story. Nu, het is een cover story. Wil ik iets meer schwung daarin steken, dan kan ik daar ook een animatie op gaan toevoegen. Twee mogelijkheden, tekst of foto. Het is niet mogelijk dat je tekst en fotoanimatie toevoegt op zo'n story. Het is een van de twee. Ik kies voor typewriter. Het zijn ook maar 4-second video's dat je daar eigenlijk uit haalt. Een beetje beweging doet al veel. Klopt. Dus, nu, okay. Ik wil nog één toevoegen, want nu wil ik de sfeerbeelden delen. En dan, dit is ook wel een interessante. CC Express heeft hier heel wat layout grids voor u klaarstaan. En wat betreft nu wat ik online wil zetten, is dat echt ideaal om een soort van collage te maken en de sfeer wat te gaan schetsen op de festivalweide. Je selecteert je foto, je kiest hier een en uit. Zo, en zo kun je gaan herhalen. Nu, hoe zet ik dit online? Ook daar weer enkele mogelijkheden. Ofwel download ik het lokaal en ga ik het achteraf gaan doorpushen op de socials. Deze paarse knop, heeft ook nog enkele mogelijkheden. Ik kan hier bijvoorbeeld Michael nog aan toevoegen van, kunt je nog even mijn design nakijken? Die kan daar waarschijnlijk dan ook nog wat dingen aan verschuiven. Ik kan het ook opslaan als een template. Stel dat ik nu from scratch ben begonnen, dan maak je hier een template. Maar ik kan ook die QR-code gaan scannen. En daarvoor haal ik mijn gsm er weer even bij. Stel ik ga naar de camerafunctie en ik scan die QR-code, dan open ik direct de app. Dan ga ik naar de projecten. Voilà. En dan kan ik hier eigenlijk rechtstreeks gaan posten op Instagram. Nu, dit is een speciale, omdat ik heb een animatie toegevoegd. En er zitten dus, je kunt dat hier linksonder zien, dat zijn twee pagina's met dat tweetje. Dus dat wil zeggen dat hij heel mijn project heeft genomen om online te zetten. Nu, dat is niet zo ideaal, omdat hij die animatie niet gaat overnemen. Dus ik kan het ook gaan inplannen. En dat doe je via deze knop. Dus CC Express heeft ook zijn eigen contentplanner en dat is best wel nog een goede planner. Ik denk zeker ook interessant als je betaalt voor een Adobe licentie en je kunt het je niet permitteren om nog een HubSpot of een andere
publishing tool, daar een licentie voor aan te kopen. Nu, belangrijk hierbij is, je koppelt je account, maar het is belangrijk dat dat een business account is. Dus je hebt een persoonlijk account, je hebt een creators account en je hebt een business account. Als je wilt dat dingen automatisch gaan publiceren op de socials, dan is het dus belangrijk dat je een zakelijk account hebt. Nu, ik heb dus die story hier gekozen om online te zetten. Ik krijg hier al direct een pop-up scherm dat de mobile app nodig is. Het is echt, je moet het eigenlijk echt downloaden, de app. Anders worden er zaken niet automatisch gepubliceerd, omdat Instagram heeft voor zaken als stories uw toestemming nodig om het online te zetten. Dat is gewoon omdat dat buiten de aspect ratio van 4:5 square en 16:9 valt. Dus oké, ik ga die hier schedulen. Ik ga die hier gewoon binnen de minuut online zetten. En dan gaat je straks zien dat ik een melding krijg op mijn gsm. Nu, wat kunt je hier nog doen? Je kunt hier nog gaan filteren in de kanalen en je status van je posts enzovoort. Je kunt van hieruit ook nieuwe posts gaan uploaden. Is een beperking nog altijd dat je maar één Facebook-kanaal bijvoorbeeld kunt koppelen en één Instagram? Ja, je kunt niet meerdere... Het is per channel één account dat je kunt gaan koppelen. Oké, ik zou hier nu een melding moeten ontvangen van CC Express. Voilà, daar is hij. Goed, dat opent meteen. Ik kan het bericht gaan publiceren. Ja, ik weet het heel zeker. En dan kan ik kiezen, wil ik dat op mijn story, wil ik dat in de feed of wil ik dat gaan doorsturen naar iemand? Nu, ik wil dat op het verhaal. We gaan dat nu op de Instagram van Talent Academy zetten. En voilà, ziezo, dat staat online. Echt super gemakkelijk gewoon. Maar het is dus wel belangrijk dat je die app gaat downloaden. Nu, tweede plus bij CC Express Scheduler is dat je ook... ik ga dat hier even sluiten. Je kan ook een linkpost gaan maken. En linkposts, je hebt daar soms wel wat issues bij met dat online te zetten, omdat je wilt graag dat je zelf een thumbnail kunt kiezen en je wilt je headline en je meta-description kunnen kiezen. Vaak neemt hij dat gewoon standaard over van je website. Dat is iets wat raar te kijken. Dat zijn echt frustrerende zaken. En in zo van die contentplanners is dat niet altijd zo dat je dat zelf kunt gaan kiezen. En apparently Adobe Express wel. Dus ik ga nu snel zo eentje maken. Nu, het leuke hieraan is ook, ik kan gaan resizen. Voilà. Het werkt. Ja, het werkt. Dus overbodige elementen kan ik snel verwijderen. Ik kan uit mijn libraries elementen gaan toevoegen. Die resize probeert echt wel zijn best te doen om de dingen zo wat mee te herschikken op de pagina. Dat is niet altijd optimaal natuurlijk, maar je kunt dat direct gaan aanpassen natuurlijk. Ja, ook, bij de rehearsal maandag ging het niet, maar alle dagen daarna weer wel. Dus jullie hebben een chance dat werkt. Dat werkt. Goed, een visual aanpassen, weer vanuit Lightroom. Zie, dat is echt fast as lightning, hè. Dat kabeltje insteekt, denk ik. Zo, nu wil ik hier nog... Dus ja, wat ik hier nu eigenlijk aan het maken ben ik vergeten te zeggen. Ik wil aankondigen op de socials dat de ticket sale live is en dat mensen dus vanaf nu tickets kunnen kopen voor ons festival. Nu, waarom kies ik hier voor een linkpost? Omdat mensen kunnen dan gewoon direct op uw visual klikken en worden doorgestuurd naar uw website. Nu, ik weet dat het lettertype voor Boostbox die monolisk is. Zo, ik hoop dat dat zo wel een bannertje is. Zo. Mooi. Ja, mooi, hè? Ja, knap.
Misschien moet je het eens delen, ik zal daar ook eens naar kijken. Ja, dat kun je inderdaad doen. Voilà, nu ding bij die linkpost is wel, als je zo'n thumbnail wil gaan aanpassen, dan moet je wel gaan lokaal downloaden. Dus het is niet zo dat je uit je projecten een visual kunt gaan selecteren. Hij vraagt altijd om een lokaal bestand te kiezen. Dus we gaan dat dan ook downloaden. Voilà, ik gebruik nu even de link van ons eigen event. Dus een linkpost maak je eigenlijk door in je caption de link gewoon te plakken. En dan maakt hij al een link preview. Dat is dus enkel van toepassing bij LinkedIn, Facebook, Twitter ook waarschijnlijk. Maar Instagram dus niet. Hè? Dus caption, je kunt dat wel naar onder pushen. Dat die lelijke link niet zichtbaar is. Oké, en dan hier heb je dus als je op dat potloodje klikt de mogelijkheid om dus je thumbnail te gaan uploaden. Ik kan hier ook nog zelf mijn headline gaan kiezen. Voilà, ook mijn meta description, bijvoorbeeld headliners zijn. Goed, en dan kan ik dat weer gaan schedulen. Hoe ziet dat er nu uit voor mensen die echt geen flauw bedoel hebben over wat ik het heb? Je kunt hier op die preview knop klikken en dan zie je dus eigenlijk gewoon je visual met daaronder een link. Ja. Dan kunnen mensen erop klikken. Kan de URL hier eigenlijk weggehaald worden? Want ik denk dat op Facebook zelf kunnen dat wel. En nadien de URL deleten en toch blijft die link dan nog staan daaronder. Ah, oké. Okay. Ja. Maar ik denk dat ik het hier eens geprobeerd heb. En als we de URL zouden hier deleten, dat de link dat lijkt link me nogal tricky, gaan. Omdat hij dat echt wel nodig heeft om te kunnen doen. Dus ja. Wat nu om zo'n linkpost te kunnen doen, moet je wel nog bij je setup van Adobe Express, hier helemaal onderaan, heb je hier Facebook Link Preview Editing. Je moet hier nog je domein gaan verifiëren om zo'n linkpost te kunnen doen. Meer info vind je hier ook bij dat icoontje, mocht het niet volledig duidelijk zijn. Maar het is vrij snel dat je dat kunt in orde brengen. Dus voilà. Right. Cool. Ja, dat zijn zeker al wat nuttige tipjes dat we hier gezien hebben. Ik weet niet of dat er ondertussen vragen zijn binnengekomen. Kan ik er eventjes kijken naar de chat die nog niet open staat. Maar ik zal daar snel zijn. Right. Een keer kijken. Goed, ik zie dat mijn collega Elke hier al volop aan het reageren is. Ja, precies, een vraagje over het maken van nieuwsbrieven, denk ik. Ja, wij maken onze nieuwsbrieven in HubSpot. Ja, dat is een drag-and-drop systeem voor GIFs. Is dat eigenlijk gewoon een visual dat je uploadt? Want GIF is eigenlijk een bestand met meerdere foto's achter elkaar. Ik zie hier nog vraagjes over die review ook momenteel. Dat awesome is, dat kunnen we alleen maar beamen. en dan een vraag of wat dat je moet doen als er een nieuwe bestandsnaam aangegeven wordt, een V2'tje bijvoorbeeld. Nu, eigenlijk ja, Mart, in deze workflow blijf je altijd op jezelfde versie verder werken, op dezelfde InDesign file en ga je eigenlijk de review link gewoon updaten. Wil je graag V1's, 2's, 3's achter de hand houden, doe dan een save copy van je file. Dat is een veel minder gebruikte functie eigenlijk in InDesign, maar ik kan die misschien wel een keer snel hier tonen. Dus ik zit hier in InDesign met mijn affiche en uiteraard hier is er dus een review link aan gekoppeld. Nu ja, ga ik een V2 maken, dan moet ik eigenlijk een nieuwe review daar lanceren. Maar dan verliezen we deze URL natuurlijk wel. Dus wat dat je kunt doen is van deze variant, stel je hebt je comments binnen en je gaat gaan dat aanpassen. Sorry.
Ja, ik verlies even mijn draad. Goed, dan kun je hier eventueel bij file zeggen save a copy. En zo kun je uw V1 eigenlijk wegschrijven naar een aparte map, maar deze file blijft er gewoon in verder werken. Die functie is origineel voor zo'n doeleinde hier in het menu ook toegevoegd. En je blijft altijd met deze file verder werken gewoon. Goed, dat is één ding. Ik ga nog een keer kijken of er nog comments zijn. Alright. Kunnen one-pagers ook onder sub-DNS? Vincent, dat weet ik niet direct. Wat ik wel weet over die pages dat je maakt met CC Express is dat je die kunt embedden. Dus maar dan moet je op de published versie kijken. Dus als je zo'n page publiceert, dan kun je daar een embedcode eigenlijk van gaan opvragen. Mm-hmm. En die kun je dan wel eigenlijk op gelijk welke HTML-pagina van je eigen website gaan inbouwen natuurlijk. Dus jij zet dat hier aan het openen. Een keer de preview-versie even. Ik denk niet of ik denk dat eerder dat bij share. Zou daar niet ze moet echt gepubliceerd. Publish en share link. Ja, inderdaad. Oké, got it. Continue without, geen probleem. Voilà, en dan naar de share gaan. Hier eerst create link. Dan wordt die eigenlijk gepubliceerd. Johnny stelt hier ook nog een vraag. Oké. Okay. Het duurt wel even. Ja, dat kan even duren. De vraag van Johnny? Ja, de vraag van... Ah, hier, ja. Embedcode. Ja, dus om te antwoorden op de vraag van Vincent was dat, of vergis ik het me. Is moeilijk te zien. Ja, van Vincent. Dus die one-pager, zoals dat je hier kunt zien op het scherm van Emma, is dat je daar dus dat je die kunt gaan embedden via een embedcode, als je dat wilt. En er zijn nog verschillende wegen om ze te gaan delen ook. Dus misschien is dat wel de moeite om eens te gaan bekijken. Goed. Jolien, welke app vinden jullie het meest aangewezen voor de creatie van social media posts? Het is een beetje zoals daar straks met die vraag over Illustrator versus InDesign voor creatie. Ik ben een fan van XD om social media posts te maken. CC Express, dat is voor mij minder efficiënt. Maar dat vind ik wel zeer goed werken in een samenwerking met marketeers bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat Boostbox wel een goed voorbeeld was om het in het CC Express te gaan doen. Alles staat klaar. De marketeer of de content creator kan zelf invulling gaan geven. Ja. Veel hangt daaraf van het soort van content dat je moet gaan maken. Hè. Bijvoorbeeld als je zeer repetitieve posts moet gaan maken of meer template-based, dan durf ik ook weer naar XD gaan bijvoorbeeld. Maar Illustrator, Photoshop zijn ook zeer valabel. Ik blijf liefst weg van bij InDesign voor digital output, maar dat kan ook natuurlijk. En dan tenslotte vraagt, wacht, als je een klant hebt die in Canva je ontwerp wil aanpassen, kun je dit dan gemakkelijk overzetten naar Canva? Dat denk ik niet. Maar en er is geen uitwisseling, dat zijn ook aardsvijanden, Canva en Adobe Express. Dus je kunt daar geen live projecten uitwisselen met anderen. En dan nog een vraagje van Johnny. Zou je in één document dan twee pagina's kunnen maken met een andere versie en zo die link behouden voor die affiche, dan verwijzen naar pagina 1 of 2? Tuurlijk kan dat. Ik zal dan als veiligheid een nieuwe versie bovenaan zetten als pagina 1, dat ze die onmiddellijk te zien krijgen. But again, ik denk dat mijn vorige opmerking misschien een nuttiger is om oudere versies eigenlijk apart op te slaan en gewoon nu in ene file altijd te updaten. Hebben jullie een teamcursus dat gevolgd kan worden door een gemengd marketing-grafische team? Dat hebben wij zeker. Dan moet je maar een keer contact opnemen met mijn collega Sarah. Je kunt ook de website raadplegen. Ja, de website raadplegen. Maar voor zo'n teams pakken wij dat heel graag op maat aan. Ja. En dan komen wij graag een keer uw noden bespreken op dat gebied. En dan kunnen wij zeker heel uw team on board en up and running krijgen. All right. Goed.
Ik denk dat alle vragen daarmee beantwoord zijn. We gaan er weer eventjes uit, want om 2:00 start alweer onze volgende sessie. Dus wij zien jullie graag binnen 7 minuten terug. Salutjes.